De gemeente Wijchen gaat samen met nog 16 andere gemeenten uit Gelderland groene stroom inkopen. Dat hebben de gemeenten samen afgesproken. Het inkopen van groene stroom is een eerste stap naar het energie-neutraal maken van Wijchen. Maar het opwekken van groene stroom uit windmolens stuit nog steeds op veel weerstand in de gemeente. Het gemeenschappelijk orgaan in de regio Nijmegen-Arnhem heeft recent besloten om samen groene stroom in te kopen. Daarmee kunnen we een groot inkoopvoordeel halen, omdat veel gemeentes dan samen voor een groot volume kunnen zorgen en dus een lage prijs. De gemeente Wijchen heeft al een aantal jaren geleden de opdracht gekregen om ook groene stroom in te gaan kopen. Dus wij zijn als D66 heel blij dat dat nu ook gaat gebeuren. In Wijchen hebben we al een aantal keren de discussie gehad of we in Wijchen ook zelf stroom zouden gaan opwekken door middel van windmolens. Helaas is er in Wijchen een gedragscode aangenomen door de raad, waar wij tegen waren, die het plaatsen van windmolens echt tegenhoudt in Wijchen. Er zijn zo'n specifieke regels dat als je dat op de plattegrond van Wijchen zet, dat er geen ruimte is voor windmolens. Een van de redenen is dat er binnen een kilometer alle huizen moeten worden gecompenseerd. En dat is veel meer dan wat bijvoorbeeld wettelijk moet. Er is één partij in Wijchen die heeft uitgesproken dat ze sowieso tegen windmolens zijn. Dat is Wijchen Lokaal. Zij zeggen in Wijchen geen windmolens. En ook de VVD geeft regelmatig aan dat ze beter vinden dat windmolens bijvoorbeeld op zee geplaatst kunnen worden. Alleen dat is veel duurder. En uiteindelijk hebben wij als Wijchen een verantwoordelijkheid om Wijchen energie neutraal te maken. En dat kan alleen maar door zelf ook energie op te gaan wekken. Je kan ook groene stroom opwekken door middel van zonne-energie in plaats van windmolens. Maar daar heb je heel veel ruimte voor nodig. En het is wel eens uitgerekend dat je dan een heel groot deel van Wijchen vol zou moeten leggen met zonnepanelen. Aan de andere kant is een duurzaamheidslening die ooit door D66 is voorgesteld hier in Wijchen een groot succes. Waardoor al veel huizen bijvoorbeeld uitgerust zijn met zonnepanelen. Dat is een stap in de goede richting. Maar we hebben echt windmolens nodig om het verschil te gaan maken en om in 2040 energie neutraal te kunnen zijn. De provincie Gelderland heeft in ieder geval al aangegeven dat in elke provincie zoveel kilowattuur opgewekt moet worden. Dat moet dus ook in Wijchen gebeuren. Er zijn al veel initiatieven in de regio en er zijn ook veel bewoners die zeg maar, zich daartegen verzetten. Uiteindelijk zal de politiek een brutale keuze moeten worden en gewoon voor duurzame, nieuwe, schone energie moeten gaan. Als we het in de Raad over duurzaamheid hebben, zijn alle partijen voor duurzaamheid, zijn alle partijen voor een energie-neutraal in 2040. Maar als het dan aankomt op echt beslissingen te nemen die misschien niet iedereen even fijn vindt, maar die daar wel aan gaan bijdragen, dan haakt de meerderheid van de Wijchense Raad in ieder geval af.